Hele goedemorgen guys, ik kon mijn vlog niet eens fatsoenlijk openen. Maar wij zijn aangekomen bij ons hotel in Parijs. We zitten echt heel centraal gelegen. Heel leuk hotelletje. Wij hebben geboekt bij Sofitel in Parijs. Ik weet niet meer welke, want je hebt er 4. Maar dit is echt heel centraal op loopafstand eigenlijk voor alles. Deze is het dichtst bij de Eiffeltoren. Oh echt? Oh ja, ja. Dus we hebben de Eiffeltoren ook onderweg even gezien. Echt heel mooi hè. Ja. Zo'n mooi shot gewoon. En we gaan nu even een filmpje opnemen voor Nessim. Zijn vlog, een rondleiding van onze hotelkamer. Ik wil dat je van buiten komt. Ja, klopt aan de deur. Oh jezus. Is jullie moet filmen? Ja, rek. Bonjour. We zijn in Frankrijk ondertussen jongens, wat een switch van Nederland naar Frankrijk in één keer. Welkom in onze kamer, wij hebben de Sofitel geboekt. Dit is de Sofitel die het dichtst bij is bij de Eiffeltoren. Ik moet zeggen, de kamer is niet super groot, volgens mij is het ongeveer 25 vierkante meter. By the way, ik dacht ik laat even mijn outfit snel zien, want dat heb ik nog niet gedaan. Dit is een jurkje van de Bershka en hij zit echt heel erg mooi moet ik zeggen. En hij is heel erg fijn. Het wordt vandaag... Het wordt vandaag 30 graden in Parijs, dus ik dacht even lekker een luchtig jurkje aandoen, eronder. Totaal niet de bedoeling, maar we gaan heel veel lopen. Dus heb ik schoenen van Pull&Bear gekocht die echt abnormaal fijn zitten. Kijk, ze zijn echt heel erg comfy. En ik dacht omdat we lang moeten lopen, is het handig om zulke schoenen gewoon eronder te doen. Dus ja, ik denk dat ik vandaag gewoon outfitfoto's ga maken zonder deze schoenen eronder. Oké, okay guys. Mariam was herkend. Nee, ik word hier random gegroet in Frankrijk. Ik snap er helemaal niks van. Maar het gekke is dat we niet zeker weten of je bent herkend, want ze zei alleen hi. Ze zei niks Nederlands. Nee, ze deed dit. Hi. Ja, yeah. Dus het kan zomaar een Franse chick zijn. Ik ga stuk. Hey. I like it. You like it? Exactly. Je le langue de français à l'école. Ik zit er helemaal Frans te lullen met die vrouw. Ja. Yeah. Maar ze begrijpt me soort van wel. Maar je begrijpt het wel. Maar wist ze dat ik Arabisch was of wat vroeg ze? Nee, ze vroeg dus van welke talen ik sprak. En wat onze afkomst was. Ze zei, ja, we zijn van Irak. Ja. Yeah. Toen vroeg ze of jij Arabisch sprak. Toen zei ik ja. Toen zei ze dat je mooi was. Kijk eens. Eens beseffen jullie even, we hebben bij de Starbucks een koud drankje besteld. Ja. En je krijgt hem gewoon in zo'n beker. Oh my god, die feeling is er helemaal af toch? Dat is wel anders hè? Ja, het is wel goed dat ze geen plastic meer gebruiken, maar my god, hoe gaat dit smaken? Hè? Same? Een hele goede middag guys, wij zijn alweer... In het hotel, het was echt zo stikheet buiten, echt niet normaal. 30 graden in Parijs lopen is echt gewoon niet te doen. We zijn uit het hotel gekomen om even ons lekker op te frissen. We hebben allebei gedoucht, even onze haren gedaan en even een andere outfit uitgekozen. En dan gaan we nu even lekker ergens eten. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hadden bepaalde etentjes in ons hoofd die er echt gewoon heel goed uitzagen. Maar die zijn allemaal volgeboekt. Het is echt super druk. Alle restaurants zijn volgeboekt. Dus we gaan even kijken waar we kunnen eten. Zo. Wel een beetje balen. Want we hadden echt heel mooie restaurants uitgekozen. Met uitzicht op Eiffeltoren. En gewoon heel mooie ligging en zo. Maar goed, ze zijn echt denk ik voor de komende maand. Zelfs volgeboekt. Is wel een beetje overdreven. De camera even hier neer. Anders kan ik niet filmen. Ik heb een jurk aan van de Zara. Ik vond deze echt heel mooi. Van die openingen hier. So I liked it. Je kan alleen echt geen BH hieronder aan doen. Ik heb het geprobeerd, maar het kan dus echt niet. Ik heb hier deze Hermes slippers onder. En ik heb ook oorbellen van de Zara
I like them so much. En omdat het zo heet is, heb ik even zo'n clipje. Ik weet niet of je zo kunnen zien. Heb ik zo'n clipje in mijn haar gedaan. Deze heb ik gescoord bij Pool & Bear. En ja, that's it. Een beetje plukjes hiervoor. Een glossje op. En dit is mijn outfit. Oké, guys, we zijn eruit. We gaan gewoon naar een typisch Frans restaurantje. Ik heb even op TripAdvisor gekeken. En deze stond op nummer 2 en heeft een prijs gewonnen in 2021. En Nessie wil heel graag slakken proberen in Frankrijk. Dus daar gaan we even voor. Even wat geks, even wat anders. We doen het nooit, dus let's go. Onderweg naar het restaurant. Je moet hier in de taxi, dus gewoon mondkapjes op. Je moet eigenlijk overal mondkapjes op. Daarom mis ik Nederland wel een beetje. Guys, we zijn er. En het is echt zo'n heel klein mini restaurantje hier. Zijn er? Het ziet er wel heel gezellig uit van binnen. Nee. Wij zijn hier beland in een heel klein mini restaurantje. Echt heel gezellig eigenlijk. En hij zegt dat het met een uurtje eigenlijk heel druk gaat worden hier. Hè? Mm. We zijn gewoon lekker op tijd. Nessie wil heel graag hier filmen. Dus. Yes. Het is nu wel trouwens wel moeilijk als je dus nog niet gevaccineerd bent. Ja, ik ben bijvoorbeeld wel gevaccineerd, maar je moet een week geleden gevaccineerd zijn. Ja, dat duurt even. En dan pas krijg je een code en die hebben we allebei niet. We hebben wel negatieve testen, maar niet alle restaurants vinden dat leuk. Starbucks trouwens ook niet, hè. Starbucks vroeg daar ook echt om, hè. Ja, anders hoeven we niet zetten. Dus ja, je moet daar wel even rekening mee houden. Ik denk persoonlijk dat over een paar maanden sowieso hier echt is van als je niet gevaccineerd bent, ben je niet meer welkom. Ja. En ik wist wel dat het echt daar naartoe zou gaan, want ik twijfelde heel erg op vaccinatie, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik wist dat het wel daar zeg maar een beetje naartoe ging. Dat mensen zeg maar, echt zeg maar, van elkaar werden gescheiden, van niet gevaccineerd en wel gevaccineerd. Dat is in Nederland ook wel, hè? Ja, en dat ik dacht van, ja, ik kan het wel uitstellen en uitstellen, omdat ik het niet wil. Maar kijk, het gebeurt al. Ik weet niet waarom, maar ik vind brood in Parijs echt gewoon heerlijk om te eten. Frans brood ziet er wel lekker uit, hè? Echt, hè? Ze wou dus heel graag die slakken uitproberen en dan krijg je dus zo geserveerd. En dit zijn Nessie? Nee, kikkerlegs. Froglegs. Ja. Nessie vindt het dus echt lekker. Ik moet het nog proeven, ik durf niet. Maar dit zijn dus slakken die al uit hun schelp zijn. Dus we hoeven ze niet eruit te halen. Voor ons heel handig. We hebben stiptata gekregen en die moeten we zelf eigenlijk een soort van samenstellen. Wat op zich best wel leuk is. Ja, great. Thank you very much. Is hij lekker? Heb je het al geproefd? Ja, het is wel lekker, ja. Er moet wel iets meer tabasco in van mij. Kan je nog eens toevoegen? Ja. Oh, lekker! Oh, lekker! En deze saus ook toevoegen, hoor. Lekker smaakversterkers. Ik love it. Dit was heerlijk. Ik ben heel blij dat we alles hebben uitgeprobeerd. Het was heerlijk. Stikken was heerlijk. Thank you very much. Oh, yeah. Wij zijn nu bij de Louvre. We hebben echt heel mooie foto's hier gemaakt. Ja, over 3 minuten is de zonsondergang alweer. Dus het ligt gewoon super mooi. Oh, ik moet alweer even staan voor Nessie. Hele goede morgen. Echt, hè? We zaten te kijken naar onze foto's. Oh zo, deze is een beetje donker. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik ook. We moeten een beetje leren hoe je binnen foto's moet maken, snap ik. Oh shit, die zien mij ook helemaal niet. Maar dit zijn onze foto's. Echt. Oh, ik vind deze heel mooi. Zo. Kijk, zo zien we even deze. Ik ben mijn Sephora pakketjes aan het unboxen. En ik dacht, ik laat jullie even zien, want ik heb gehaald bij Rare Beauty. Ik heb de primer gehaald, daar heb ik heel goede verhalen over gehoord. Alleen ik ben echt heel dom, want ik heb de setting spray niet gehaald. Maar ik denk, omdat ik deze had gehaald, ik dacht van, laat maar. Maar ik moet die echt nog hebben. Dit is trouwens een oogschaduw. En deze werd me aangeraden door de medewerker, want deze blijkt heel erg natuurlijk te zijn.
En ik hou daarvan. Ik gebruik eigenlijk nooit gekke shit op mijn ogen. Ik heb deze uitgeprobeerd en hij was echt super mooi. Dus ik ben er blij mee. En dit is dus een blush. Die heb je vast wel voorbij zien komen als je Rare Beauty volgt. Dit is de kleur Bliss. En die kan je gewoon opbouwen hoe donker je hem eigenlijk wil. Maar het kan ook heel erg natuurlijk zijn. Zijn we weer. Die licht is heel heftig, zeg. Oh, I love it. Sunshine. Maar dit is echt zo lekker, zeg maar. Ja, maar echt gewoon al rondrijden is lekker. Dit land, deze stad, weer op het dak. I love it. De prijs bevalt ons dit jaar echt zo goed. En wij komen zeker terug. Zullen wij een keer volgende week weer? Wij gaan hier lekker ontbijten. Wat een bak, hè? Vandaag hadden wij dus echt zo'n heel typisch Frans ontbijtje en dat hebben we nog niet gehad tot nu toe. Dus ik heb het opgezocht en het blijkt een heel goed tentje te zijn. Best wel populair ook. Ik ben dicht bij de Eiffeltoren. Het is ook echt mega druk. We moesten in de rij staan. Maar het ging eigenlijk best wel snel. Dat is echt een aanrader. En als we kijken naar de andere tafel, ziet het eten er echt heel goed uit. Dus ik ga zo even Nessie heeft denk ik een boete gekregen. Zo jammer, ons heel ontbijt is al op en nu pas komt ons croissant en chocolade, chocoladebroodje. Decorate dad's office and now you're a decorator? Okay, I went to the zoo yesterday. Why can't you ever be supportive? Someone, you want to talk supportive? Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag vrijdag. We hebben een heel goede ochtend gehad, want onze bank is eindelijk geleverd. Het heeft echt heel lang geduurd. Het heeft te maken een beetje met de coronalevertijden, maar hij is eindelijk binnen. Ja, ik ben er zo blij mee. Ik wil jullie gelijk mijn bank showen. Ik heb gisteravond even een shot gemaakt van before, van de IKEA bank. En dan zien jullie zo de shot van after. Maar het is echt heel mooi. Het maakt onze woonkamer helemaal af. Het is precies zoals ik in gedachten had, gelukkig. Want om eerlijk te zijn kwamen de bezorgers binnen. En je kreeg elke keer zo'n heel groot stuk kom dan binnen. Want onze bank bestaat uit modules. En ik dacht, oh mijn god, dat gaat never passen. Het ziet er zo groot uit. Maar het is eigenlijk gewoon perfect. Okay, leuk, hè? Ja, tuurlijk. Het is leuk dat ik aan het werk ben. Ik denk dat je aansluiten. Super leuk. Sorry, na de dochter van. Mooi, hè? Oké, guys. Dit is onze bank. Oh my god. Ik ben hier echt zo happy mee. Abnormaal. Het is dus een bank van Studio Henk. Echt, wij kwamen die zaak binnen en ik kon gewoon niet meer denken aan een andere bank. En Nessie had precies hetzelfde effect, want hij zit echt niet normaal lekker. Je betaalt er wel wat voor. Dan krijg je ook echt wat. En ik kon de bank helemaal zelf samenstellen. En ik heb deze stof uitgekozen. Ik heb een beetje een... Het is niet suède, maar het lijkt er wel een beetje op. Echt een heel lekker zacht stofje. Oké, wat deze bank is echt heel speciaal maakt. Ten eerste, het is echt mega groot, super comfortabel. Maar het zijn vooral deze zithoekjes, de 45 graden hoekjes. Waardoor je dus eigenlijk zelf je bank helemaal kan samenstellen. En hierdoor loopt hij dus echt meer rond, zeg maar, dan dat hij echt zo'n rechte hoek heeft. En dat vonden wij persoonlijk heel mooi. Het geeft een bank gewoon net een andere look. I love it! Wat we dus ook kunnen doen... is deze hoekjes dus hier neerzetten. Maar dan loopt de bank dus gelijk zo. En dan heb je hier dus de langere hoek. En wij hebben de langere hoek dus daar nu neergezet. Maar je kan dus echt heel erg spelen met deze bank. Want je kan dus ook later gewoon bijvoorbeeld bepalen dat je hier bijvoorbeeld twee banken wilt. In plaats van één hele bank. Dat we later ook even gaan proberen. Maar voor nu vinden we dit echt gewoon prachtig. We zien hoe klein ik ben.
op de bank. Dan weten jullie ongeveer hoe groot die is. I just can't. Oh, lekker. Ik wil even mijn outfit showen. Ik heb een topje aan van de Bershka. Broek van de Bershka die overigens zo lekker zit. Kijk hoeveel ruimte. Ik raad aan om bij Bershka altijd een maat groter te gaan. Want dan zitten ze gewoon veel fijner. Ik heb slippers aan. Bij passende bruine met krokoleer. Van Naked. En ik heb deze tas. En deze is van ASOS. Kijk. Oh ja. Oorbellen van de Zara. Ik heb me even klaargemaakt, want ik wil even heel graag shooten. En daarna moet ik even een campagne uitwerken. Dus ik moet even mijn planning heel goed doen vandaag. En daarna wil ik nog heel graag koken, want ik wil even een recept opnemen voor deze vlog. En daarna is Leslie thuis, dan gaan we samen eten. Gewoon echt standaard altijd zo. Als ik wil shooten, dat de zon dan weggaat. Want de zon scheen gewoon de hele dag. En nu ik hier sta, is het gewoon bewolkt. Maar ik ga het gewoon proberen. Don't care for the phones, got a home. Guys, ik ben klaar met shooten. Ik lig inmiddels op de bank. Ik zal even naar de supermarkt gaan om te kijken wat ik ga koken. Ik wil straks eigenlijk wel weer shooten, want ik was best wel blij met het resultaat. Maar ik wil eigenlijk een iets meer groene achtergrond. Dus ik ga even kijken of ik nog een leuke locatie weet. En dan ga ik ook even snel shooten om te kijken of ik misschien iets leuker vind. Ik ben dus heel lang gestopt met Red Bull drinken. Maar de laatste tijd af en toe drink ik deze nog wel eens met Nessie. En hij is best wel oké. Okay. Ik ben net klaar met het shooten. Met de groene achtergronden. Volgens mij zijn ze echt leuk gelukt. Alleen weet je wat echt, echt heel irritant is? Dat bij shooten dat je altijd wordt lastiggevallen. Meestal zijn het plekken waar er niet zoveel mensen komen. Dus hier bij een groen veldje bijvoorbeeld. Maar daarvoor was ik dus bij een bedrijventerrein. En je wordt altijd een beetje lastiggevallen. Waardoor je echt zeg maar gelijk zoiets heb van, oh oké, snel afronden en dan wegrijden. Ik word echt altijd zo happy als ik zo langs het water rijd met heel veel groen en zo. Ik hou hier echt van. I just love it. Dus bij deze afdeling zijn, want ik heb dus nog een prullenbak nodig voor de badkamer boven. En ik heb een witte nodig. En ik vind dit dus chiller dan zo'n pedaaltje hier, want dat vind ik echt zo irritant. Kijk, ik moet ook allemaal van die zeeppompjes en zo halen. Guys, ik heb een prullenbak voor boven. En deze zeeppompje ga ik in de keuken gebruiken voor mijn afwasmiddel. Want dat vond ik echt, dat vind ik veel mooier staan dan zo'n terecht, zeg maar, op de keukenblad. Maar ik liep hier langs, besef, ik ben gewoon bij de Gamma. En ik heb nog een lamp nodig voor boven mijn spoeleiland. En toen zag ik dit. Ja, dit ziet er natuurlijk allemaal niet uit. Dat wil ik allemaal niet. Maar mijn ogen gingen dus hierna. Deze kleur past echt perfect in mijn keuken. En ik dacht van, zijn het nou losse lampjes? Of is het gewoon één geheel? Maar het is dus één geheel. En er hangen dus drie van die lampjes aan. En ik vind het echt zo mooi. Het heeft een beetje een Arab look. Maar dan niet zo overdreven Aladdin, zeg maar. Maar ik vind het echt zo mooi. En jullie moeten het voor je zien met mijn marmerblad. En jullie moeten het echt voor je zien met mijn keuken. Met de bruine marmer erop. En je krijgt hem dus zo. Ik ben gewoon hartstikke geslaagd, guys. Ik ben zo happy. Oh, ik zit lekker op de bank. Dikke zweethoofd. Ik heb echt letterlijk alles gedaan wat ik vandaag moest doen. Ik wil nog wat met jullie delen. Ik heb eigenlijk... onze oude bank. Die gaat nog naar boven zo. Dus ik kom zo thuis met zijn vriend. En dan gaan ze die bank eens naar boven tillen. Wat ik wou delen met jullie is dat ik heb besloten. Want dat wou ik eerst niet. Want ik dacht van, we hebben gewoon lekker een spoeleiland. En daar kunnen we gewoon elke dag lekker eten. Het ziet er leuk uit. Het is gezellig. Maar ik heb toch besloten dat we dus in deze hoek. In deze hoek. Is nog best wel een grote ruimte. Dus toch voor een eettafel ga. Maar gewoon zo'n kleine ronde, zeg maar. En dan gewoon vier stoelen. Want daar hebben we echt zoveel ruimte voor. En het is zonde als ik het daar niet voor gebruik. En
ja, dan kunnen we gewoon lekker op ons gemak daar zitten. Voor de mensen die nog marmer willen kopen. Natuursteen is echt prachtig. Marmer is prachtig. Het is niet echt gebruiksvriendelijk. Want ik heb er nu al vlekken op. En ik ben er heel voorzichtig mee omgegaan. Maar goed, je hebt dus toch een man. Je gaat niet heel de tijd toezicht houden op je man. Of je hebt zelfs nog kinderen. Mijn katten springen er soms op. Nee, maar ik heb nu al vlekken. Dus het is niet echt, zeg maar, dat je heel op je gemak bent. Dat je daar echt gewoon lekker kan eten en drinken en alles kan doen. Nee, het is mooi. Je moet daar lekker koken. Ik kan daar lekker mijn fa doen. Wat echt perfect is. Want als ik daar ook nog kon koken, was helemaal drama. Ik raad daar wel echt inderdaad aan om een eettafel daarnaast te nemen. Ik heb ook heel vaak gezien dat mensen bij je kookeiland of spoeleiland nog een hele eetgedeelte maken. Dus dat je echt gewoon nog een veel grotere blok hebt waar echt gewoon 6 man kan zitten. Dat raad ik echt niet aan om te doen. Oh, daar gaat hij weer hoor. Ik ben aan het zweten. Ik wil niks aan doen. Lukt het? Je draait hem strakker. Dus we hebben zeg maar deze gekocht als tijdelijke bank. Dan hebben we de nieuwe bank en die moeten we uit elkaar. Dus ik ben inmiddels aan het koken. Ik ga kip shawarma maken. Wat kom je? Wat doe je? Uit elkaar halen. Waarom duurt dit zo lang? Ik weet het niet. Ja, moet je. Kan je eraf draaien gewoon, toch? Oh, ik kreeg iets in mijn rug. Perfect. Perfect, oh. Lukt het, Nes? Ja, we willen dus. Wat een antwoord ook. De. Leek wat ze gaan doen. Frazi gaat hem uitproberen voor ons. Hij is nog wel warm, hè? Mag niet, neem maar op, Ik pak gelijk van die middenstuk. Oh, de. Bueno koek. Bueno koekje, man, let's go, man. Neem maar een hap, jongen. Ja, wacht nou, joh. Ik moet hem toch even goed zetten. Oh, de. Heel spannend, dit. Heel spannend. Enorm spannend. Kom op. Chop hem. Chop. Ja? Ik heb gewoon een hapje gedaan. Ik heb kruimels gegeten, jongen. Ik heb de kruimels gegeten. Alleen even kruimels geproefd. Maar... Ik zet niet op mijn slippers. Dus je hebt vieze sokken. Echt? Oh, kijk, Dina. Ze ligt nu nog lekker. Kom, kijk. Ik wil jullie even onze bank laten zien in de avond. Look how cozy. Look at Dinari. Oh, look at Dinari. Oh, Dinari is hier echt knock-out. Oh, ze is zo erg aan het genieten. Lekker zacht is deze bank, hè? Ik zie niks. Oké, guys. Wij zijn nu bij het tankstation even snel tanken. En daarna gaan we naar de Praxis, want de lamp die ik gisteren heb gehaald gaan we terugbrengen. Want ten eerste, je kan de hoogte dus niet aanpassen en hij was gewoon te laag. Hij kwam bijna tegen mijn kraan aan, dus dat gaat hem niet worden. En ook de lengte, ja, klein eigenlijk. Ik moet een veel grotere lamp hebben. Dus hij gaat nu terug en daarna gaan we even snel naar huis. En dan komt even iemand naar onze trappen kijken met allemaal staaltjes en zo. En gaan we even kiezen wat voor... Gaan we even kiezen wat voor wat voor trappen wij gaan. Oh ja, yes, kijk eens. Yes. Red Bull Light, jongens. Life. Ja, zeg dus... dat je vroeger echt Red Bull hoes. Dat is echt suiker, hè? Ja, kapot vol suiker. Maar dus in de middag komt er iemand om naar de trappen te kijken. Want we gaan onze trappen natuurlijk helemaal nog bekleden. En het wordt helemaal mooi. Ja, schat. Ze hebben nog iemand, hè? Echt? Ja. Serieus? We zijn daar boetes aan het uitdelen en Esme heeft een boete gehad. Guys, ik ga vandaag alleen eten, want Nessie heeft een meeting. Ik heb gehak gehaald bij de slager en ik ga gewoon lekker simpel gehaktballetjes voor mezelf maken. Ik wil het op een Italiaanse manier maken met tomatensaus en zo, dat vind ik echt het lekkerste. Oké, ik doe erin Italiaanse kruiden.
Het is trouwens niet het traditionele recept. Ik doe altijd mijn eigen versie ervan. Dat vind ik gewoon veel lekkerder. Ik doe nu chilipoeder erin. Dit kan je vervangen met gewoon zwarte peper. Als je niet houdt van pittig. Maar zoals jullie weten hou ik daar wel van. Ik hou van heel veel groene kruiden. Dus ik voeg ook peterselie toe. Ook lekker veel. En dan doe ik een beetje olijfolie erbij. En dit doen Italianen echt nooit. Maar ik voeg het echt bijna altijd met vlees toe. En het is gemalen koriander. Voor de mensen die koriander haten. Dit smaakt totaal niet naar normale koriander. Gemalen koriander smaakt dus echt totaal niet hetzelfde. Bij gehaktbal voegen ze meestal ook broodkruimels toe. En dat doe ik dus echt nooit. Want dat vind ik gewoon echt onnodig. En ei. Deze skip ik ook gewoon. Want ik gebruik ook geen broodkruimels. Dus ik... maak het gewoon een beetje op smaak en dan ga ik er gehaktballen van maken en dan ga ik het bakken. Ik wil nog wel wat extra kruiden toevoegen, want ja, het ziet er nu alleen maar een beetje groenig uit. Maar ik hou wel van een beetje kleur in mijn vlees. En dat doe ik met, dat doe ik met deze mix kruiden. De 7 Spice kruiden. Je moet er wel echt van houden. Oké, en nu gaan we de ballen maken. En omdat ik Italiaanse gehaktballen maak... Even met de hand maak ik ze best wel groot. Ik doe het nooit heel erg netjes of zo hoor. Gewoon eventjes zo een balletje maken. Ik maak ze gewoon even zo groot. En nu ga ik dus het sausje maken waar de gehaktballen in gaan pruttelen. En voor het sausje heb je nodig ui, knoflook. Ik gebruik gewoon knoflookpasta, want ik hou niet van knoflook snijden. En lekker verse tomaatjes, die skip ik vandaag. Dan gebruik ik dus deze saus van Heinz met tomatenblokjes erin, basilicum en oregano. Dus helemaal top. En dan voeg ik nog aan sausje, zout, peper, chili toe. Oké, we gaan beginnen met het sausje. Knoflook toevoegen. Oké, we gaan de gehaktballen proeven. Het ziet er echt zo lekker uit. Maar het ruikt ook echt heel lekker. Alleen ik weet niet of de belichting heel goed is, want het ziet er nu allemaal heel rood uit. Maar de gehaktballen zijn gewoon perfect gaar. En ja, het is gewoon tomatensaus. I love it. Oh, dit is zo lekker. Oh, het is echt heel lekker gelukt. Mm-mm.